Hagenaars te koop. Ik ben op zoek naar weer een liefhebber. Schipper Kuikhoven, wat heeft u voor motor? Dit is een Kromhout K2 van 1945, 1 cilinder, 10 pk. En hoe lang heeft u hem al? Nou, ik heb hem denk ik nu een jaar of 10, is hij hier op de werf. Ja. En wat weet u van de geschiedenis van deze motor? Hij is origineel gebouwd hier in Haarlem door mijn ooms. En van deze type boten waren er meerdere, ik ga al een stuk of 8. En via de nummers van mijn motor, via het Kromhout Museum, ja, klopt alles. Dus hij is origineel gemaakt in opdracht voor de firma van Staaij uit Heemstede. En er was in Heemstede een kolencentrale. En deze boot heeft waarschijnlijk ook voor de sierkan van de melkfabriek in Haarlem gevaren met melkbussen. Dus de hele historie en de bouw, alles klopt. Alles is eigenlijk origineel. Want wat kunt u over het schip vertellen waarin de motor staat? Wat is dat voor een bootje? Het is een type kagenaar. Het heeft te maken met de afmeting. Als je vroeger naar de kaag wilde, moest je door een bepaalde sluis. En voorop de neus staat een bepaald embleem. En alle kagenaars die hebben dat embleem, die hebben dat een beetje overgenomen. Dat heeft met de breedte en de lengte te maken. En de Kaag is een belangrijk plassengebied. En deze schuiten, dit waren eigenlijk de eerste vrachtwagens uit de oude tijd. Waar je mee lading kon varen. En dit is dan een motoruitvoering, ze zijn er ook zeilend. Dus het is een flat, maar een bekend type. Het starten, is dat bewerkelijk? Nou, je moet met de hand aanslingeren. Er zit een pijpje in het vliegwiel, dat kan je uittrekken. Er zit hier op de cilinder zit een decompressieknop, die moet je induwen. En op het moment dat je dus gaat slingeren, dan hoor je hem al lopen in de uitlaat. En zo gauw je dat geluid hoort, dan laat je de decompressieknop los. En dan begint hij te lopen. Dus ja, op lucht en een startmotor zou makkelijker zijn, maar deze start vrij gemakkelijk, dus dat is altijd zo origineel gebleven. Moet je lang slingeren? Nee hoor, je hoort hem in de uitlaat al lopen en dan gaat hij al draaien. En is dat zwaar? Ja, je moet wel spierballen hebben. En vooral 's winters, als het echt koud en gevroren heeft, is dat ook wel lastig, maar ook dan start hij. Weer.
kan je mij vertellen over de geschiedenis van die Kagenaar? Hoe heette die eigenlijk? De boot heette Jan. Maar we hebben in het Kromhout Museum het archief van Han Mannaert hebben we gevonden. Daar waren wel 8 van dit soort schepen ingeschreven onder de naam Jan. Dus ze heetten allemaal Jan. Ja. En dit plaatje is boven water gekomen. Het is een origineel plaatje van een Kromhout K2, 10 pk. Ja, dat hoort eigenlijk op de motor. Maar het motornummer wat op deze motor staat correspondeert met het originele Kromhout archief. Dus dat betekent dat de historie allemaal klopt. Deze foto kwam nog boven water. Dat is van de Heemsteedse kolencentrale. En hier zie je 3 van dat soort dekschuiten liggen. En hier zit een zijplaat, is daar ingemonteerd met een zeil. Om in de zomer mee op vakantie te gaan. Want vroeger waren er geen pleziervaartschepen. Dat is een hele oude foto. De tijd dat er echt volop met kolen gewerkt wordt. Misschien zie je wel van ruim voor de oorlog. Dat geeft de historie van de boot aan. Toen die firma Verstaai ook nog in bedrijf was. En gewoon als bedrijf werd er gevaren. Kagenaar is te koop. Ik ben op zoek naar weer een liefhebber die het onderhoud op zich neemt en weer helemaal herstelt en die hem weer doorgeeft aan de volgende generaties, hè, zodat hij bewaard kan blijven. Heb je ook een klok staan. Wat is dat voor een klok? Ja, dit is de Kromhout klok die speciaal voor mijn opa gemaakt is. Toen hij dus 40 jaar zijn lustrum had en in dienst was. En de Kromhout klok, kijk, hij heeft daar van 1912 tot 1952 gewerkt. En de wijzers van de klok, de plaatjes, dat zijn de typen van de motoren. En die hebben ze speciaal voor hem gemaakt. Dat is dus een Kromhout klok. Hartstikke leuk. Ja. Is dat uniek? Ja, dat is er maar één van. Ja, ja. Kijk, dit is hem. Met de hele de buitenwerkplaats om de chef heen. Dat is mijn opa. Peter Kuikhoven. Ja, ook in de motoren. Scheepsdiesels. Zo gaat hij uit. Mooi, hè?